Mijn naam is Daniel Staakman. Ik ben de MC, de presentator van het evenement. De eerste editie van Eimond Zuid-Kennemerland on stage. Fantastisch. En wat gebeurt hier nou eigenlijk? Er zijn allerlei leerlingen van VMBO-scholen uit de omgeving die in contact zijn met bedrijven uit hun eigen regio. In vier sectoren. Zorg en welzijn, groene natuur, techniek en handel en economie. En zij hebben ter voorbereiding op deze ontmoetingen vandaag zelf bedacht welke bedrijven zij willen ontmoeten. Daar gaan ze mee in gesprek. Daar hebben ze ook een training voor gevolgd. Dat hebben onder andere ik ook gedaan. Waarbij ze basisnetwerkvaardigheden hebben gekregen over hoe maak je eerst de goede indruk. Hoe maak je contact? Welke vragen stel je in zo'n gesprek? En zodoende komen ze tot afspraken om op 19 maart de bedrijven te bezoeken en op die manier kennis te maken met het beroep, wat het precies inhoudt en op die manier of heel enthousiast te worden of niet. Zo niet, ook goed, maar zo wel, dan kunnen ze een keuze maken voor hun vervolgopleidingen om ook dat te kunnen worden en dat is fantastisch. Een hele goede middag. Mijn naam is Wilco van Pel, projectleider van Eimond Zuid-Kennemerland nog steeds. En ik heb natuurlijk dit waanzinnige project deze regio opgehaald. Omdat je, kijk maar om je heen wat er gebeurt. Het is natuurlijk de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven. Enthousiaste leerlingen, enthousiaste bedrijven. Dit is de verbinding wat er nodig is en dit is waar ik het voor heb gedaan. Hallo, mijn naam is Nathan van Delft. Vandaag ben ik hier bij OnStage voor school om een stageplek te vinden bij vakmansberoepen. En het is heel, heel interessant, want ja, je kan misschien hier een plek vinden waarvan je denkt, ja, ik vind het eigenlijk niet leuk. Maar wanneer je dan naar stage gaat lopen, denk je van, dit is eigenlijk toch wel heel leuk.